Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. In mijn vorige video maakte ik een onderstel, dit onderstel voor een nieuwe robot die ik aan het bouwen ben. En we hebben hem toen zien rijden met een Bluetooth verbinding met mijn telefoon. Werkt hartstikke goed. En ik bouw nu verder aan de robot. En wat ik wil tackelen in deze video is het geluid wat hij gaat maken. Er komt een heel klein MP3 spelertje in. En ik wil dat hij een mooi lichtpaneel op zijn borst krijgt. En dat lichtpaneel ga ik ook ontwerpen. We beginnen met het geluid. Ik ga gebruik maken van een DF player, een heel klein MP3 spelertje. Hier zien we hem bij Open Circuit, kost slechts €7,50. Je moet wel zelf nog een SD-kaartje, een micro SD-kaartje bijvoegen. Kijk, er zit een heel klein SD-kaartje in van 4 gig. Tenminste, die had ik nog. En omdat ik die nog had, is dat natuurlijk een voordelige keuze. Als je speciaal een SD-kaartje moet kopen, dan kun je beter gebruik maken van die tweede hero. Deze. Die heeft 128 megabyte ingebouwd geheugen. Ik gebruikte het broertje van deze in mijn Ghost Trap. En dat werkt ook prima. Maar omdat ik nog dat kaartje had liggen, waar ik toch niets meer mee kan, maak ik gebruik van deze. Dit is het schema van de geluidsopstelling. Ik heb hier mijn ESP32 getekend en hier de DF player en een luidsprekertje. We beginnen met het luidsprekertje, dat is het makkelijkste. Die is aangesloten hier op speaker plus en speaker min van de DF player. Die DF player krijgt ook voedingsspanning hier op VCC en die komt gewoon vanaf de 5 volt van de ESP. Die krijgt 5 volt via die USB aansluiting, dus ik voed hem zo meteen met de USB. En dan staat op dit pootje staat er 5 volt. Het is een beetje jammer bij zo'n ESP dat de signaalnamen niet bovenop staan. Alle namen van de pinnen die staan alleen onderop. Dus dat kan je nu een beetje slecht zien. Maar goed, hier zit dus die 5 volt. Dat is die. En hij hangt ook, natuurlijk ook aan ground. Hier zit de ground aansluiting. En die heb ik verbonden met de ground hier van onze ESP. Nou, we praten met die DF player serieel. Dus ik maak gebruik van de tweede seriële poort van de ESP. Die heeft er meerdere. Hij heeft er eentje om hem te programmeren. Hij heeft een Bluetooth seriële poort. En hij heeft dus een seriële poort TX2 en RX2. Oh, hier moet RX2 staan. En die zitten hier, pootjes 17 en 16 heten ze. Onderop staat gewoon GPIO 16 en 17. Dat zijn ze dus. Dus hier, die groene is de TX, pootje 17. Die gaat naar de RX van onze player. En hier de RX, pootje 16, die gaat naar de TX van onze player. Dat is eigenlijk het hele schema. Deze module van de ESP32, die is lekker compact. Daarvoor gebruik ik hem graag. Maar door die dubbele rij headers is hij niet echt geschikt om in een breadboard te steken. Dus het aansluiten is altijd een beetje... ja, geklier. En het ziet er niet echt mooi overzichtelijk uit op video. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik heb alles aangesloten. Hier is mijn DF player dus. En hier natuurlijk mijn luidsprekertje. Dus we kunnen gaan programmeren. We zullen eerst een library moeten toevoegen. Dus die zul je misschien even moeten installeren. Maar het is dus de library van die player. En die heet DF Robot DF Player Mini.h. Als die geïncludeerd is, dan kan ik een object aanmaken. En het objecttype is dit. Een beetje een rare lange naam. En dan noem ik dus my player. Dat is de naam van mijn object. Goed. Dus ik kan hem aansturen met my player straks. Dan wil ik ook twee keer een define maken voor die tweede seriële poort. Dus die eerste is RX2. Dat is poort 16. En die andere is TX2, dat is pootje 17. Zo. In de setup kan ik dan zeggen serial 2 begin. Dus dan gaan we gebruik maken van onze tweede seriële poort. Ik krijg hier al een voorbeeldje. Ik moet eerst aangeven hoe snel ik wil communiceren. Dat moet op deze baud rate 9600. En het type serial is serial 8 databits. Geen parity, 1 stopbit
En dan moet ik aangeven wat mijn RX-poort is. RX2 en TX-poort TX2. Zo. Dat gaat een beetje anders als bij Arduino, maar dat is dus de manier. Dan kan ik mijn My Player gaan beginnen. Gaan initialiseren. Dus begin. En dan moet ik aangeven dat ik gebruik maak van Serial 2. Zo dus. En twee parameters waarvan ik niet weet wat ze betekenen. Ben ik vergeten. En dan zeg ik My Player kunt volume op 17, maar misschien op 20. Ik kan volgens mij tot 30. En dan zeg ik My Player Play 1. Zo simpel is het. Kijk, hiermee speel je gewoon de eerste track af. Dus ik weet wat al mijn tracks zijn. Tenminste, dat moet ik zo meteen uitzoeken. Als ik weet wat al mijn tracks zijn, dan kan ik op het juiste moment de juiste track afspelen. En zo kunnen we dus heel eenvoudig een geluid toevoegen aan ieder project. Laten we kijken of dit werkt. Leuk hè? En heel simpel. De echte Osmo, die heeft natuurlijk voor op zijn buik hier zo'n hele mooie array met lampjes. Nou, het is natuurlijk gewoon karton, maar ik denk dat het lampjes moeten voorstellen. Dus in mijn nieuwe ontwerp, Osmo van de Darkside, wil ik hier ook een paneel maken met ledjes, met lampjes. En daarvoor heb ik het volgende bedacht. Ik ga gebruik maken van deze neopixels. Dit zijn van die strips van 8 en die heb ik gewoon aan elkaar gelijmd met secondenlijm. En die ga ik natuurlijk niet zo gewoon op zijn lijf lijmen. Die komen aan de binnenkant en dan komt er een raster met gaatjes, zoals deze. En hierachter komen dus die lampjes, die ledjes. En je ziet dat er niet genoeg gaatjes zijn voor alle ledjes. Nou, dat komt helemaal goed straks, dat zal je zien. En om dit nou nog een beetje mooier te maken, heb ik speciale lensjes. Kijk, deze dingetjes. Die passen hier precies in. Zo. Nou, ik moet het natuurlijk vastzetten, het zit nou los. En daar schijnt het licht doorheen en dat geeft een heel goed effect. Ik zal het even opbouwen en aansluiten en dan kunnen we zien hoe dit eruit ziet. En die lensjes, dat zijn eigenlijk plastic dopjes om gaten dicht te stoppen in keukenkastjes. Waar je normaal gesproken van die plankendraagjes in stopt om de planken op de juiste hoogte te zetten. En dan stop je dus deze dingen in de gaatjes die je niet gebruikt. Heel erg overbodig, want volgens mij vestig je alleen maar de aandacht op die gaatjes met deze dingetjes. Maar goed, ik heb een heel doosje vol en ik gebruik ze dus als lensje voor de ledjes. Dit is dus mijn prototypetje, helemaal bedraad. En dit is de voorkant. Ik heb de lensjes erin gelijmd en we gaan even programmeren. Ik heb mijn programmetje van net weer en dat gaan we nu uitbreiden met die neopixels. Dus we beginnen met de include van de neopixel library van Adafruit. Daar is die. Dan kunnen we onze neopixels object aanmaken. Hier is die. Adafruit neopixel. Ik noem hem pixels. Ik heb 24 pixels in één string. En hij zit aangesloten op pootje 5. Dit is het type neopixels. Dat is allemaal standaard spul. Dan kunnen we in de setup kunnen we de pixels gaan initialiseren. Nou, dat is echt het standaard werk. Pixels, begin. En pixels, punt clear. En uiteindelijk natuurlijk de pixels, punt show. Want dan worden alle pixels even leeggemaakt. We beginnen met een schone lei. Nu ga ik in de loop een loopje maken om alle pixels aan te sturen die niet achter een lensje zitten. Dus die je niet direct ziet. En dat zijn alle even pixels. Dus ik maak een voorloopje. Int i is 1. Want de even pixels, dat zijn de pixels 1, 3, 5... 7, 9, dan zou je denken dat zijn oneven nummers, maar dat klopt, want de eerste pixel is pixel 0. Dus de even pixels zijn juist pixels 0, 2, 4, 6. Dat zijn de oneven pixels. Ja, dat is heel verwarrend. Maar goed,
Dus ik moet de pixels 1 tot en met 23 hebben. Klein tot klein dan 24. En ik wil ze in die range i plus 2. Normaal gesproken zeggen we hier vaak i plus plus. Dus dan krijgt i de waarde 1, 2, 3, 4, 5. Maar we doen i is 1, i is i plus 2. Dus dan krijgt hij de waarde 1, 3, 5. He, slaat hij elke keer eentje over. Perfect. Zo, dat is onze voorloop. En daarin gaan we dus onze pixels aansturen. Ik kopieer het even uit de documentatie. I. En welke kleur moet ik krijgen? Pixels.color. En dan een waarde. Ik wil een beetje zacht blauw. Dus ik doe dit. R, G en B. Dus ik heb G op 60 en B ook op 60. Dus wat een beetje een waterkleurig blauw. Nou, dat doe ik uit de loop. Pixels.show. En dan gaan we eens kijken wat daar het effect van is. Het ziet er op de camera erg fel uit, maar dat is het niet. Het is mooi zacht verlicht. En zoals ik al zei, we gebruiken alleen dus de pixels die niet achter de lensie zitten. En nu gaan we dus als effect, gaan we dus de pixels die wel achter de lensie zitten, die gaan we random aansturen met een ander kleurtje. Dus dit is voor de achtergrondkleur. En nu krijgen we de effectkleur. Nu wil ik random een led kiezen en die aansturen met een kleur. Dus om random een led te kunnen kiezen, maak ik eerst een array aan. Int leds, dat is een array. En daarin stop ik alle oneven leds. Oftewel, zoals ik al zei, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 24 bestaat niet. Nee, het is 0 tot en met 23. Dan kies ik een led. Int led 1 is uit mijn array van leds. En dan kies ik een random led. 12. Uit random 12 komt namelijk een getal tussen 0 en 11. En dat komt zo overeen met dit element 0 tot en met dit element 11. Dus de variabele L1 krijgt zometeen één van deze waardes. Die waarde ga ik dan aansturen. Zo. L1. En die ga ik ook een random kleur geven. Dus ik zeg hier een random waarde voor rood. 255 is het max wat je kan geven. Maar ik doe even iets subtieler. Want anders schijnt er heel veel licht uit. Dus nu krijgt pixel L1, wat één van deze pixels is, krijgt een random kleur. Ja, dat is het. Dan doe ik pixels.show. En een kleine delay. Heel klein maar. Dan zet ik die pixel weer uit. Ja, hij moet ook weer uit. Hup. 0,0,0. Weer pixels.show. Dan doen we weer een delay. 100 weer. Even kijken wat het effect is. En dan zijn we aan het eind van de loop, hè. Dus dan begint het weer opnieuw. Ja, dan doet hij ook dit weer opnieuw, wat eigenlijk niet hoeft. Want die kleur hou ik nu eventjes constant. Maar het maakt niet uit. We gaan kijken wat het effect is. Nou, dat wordt best leuk. Maar ik denk dat het nog leuker is als we wat meer pixels random uit en aan laten gaan. Eerst maak ik nog maar eens nog een pixel, L2. Zo. En die gaan we ook hetzelfde mee doen. L2. Aan en uit. Ik doe gelijk nog maar een derde pixel.
ja, misschien pas ik het nog een beetje aan, maar voorlopig hou ik het even zo. Ik ben er heel tevreden over. Mijn prototypetje is goedgekeurd, dus die kunnen we gaan integreren in het ontwerp. Ik heb hier Awesomo open. En je ziet hier dat ik eerst een ontwerpje had gemaakt met één rijtje. Maar toen kwam ik erachter dat er twee soorten van die stripjes neopixels bestaan. Je ziet hier dat de ruimte tussen de pixels iets groter is. En dat klopt ook, want dit is namelijk, ik denk de originele uitvoering. En hier hebben we de high density uitvoering. En daarin zitten de ledjes net iets dichter bij elkaar. Ik zal het even in het echt laten zien. Kijk, de onderste is de originele en de bovenste noemen ze high density. Het staat ook achterop. Kijk, hier zit achterop high density neopixel. En hier staat achterop WS2812B-8. Nou, dit kan dus weg. Dit allemaal. Want we gaan alleen die andere gebruiken. Deze dus. Dit hebben we nodig. Dit gaan we integreren hier in zijn buik. Dit zet ik even aan de kant. Kan ik eraan werken. Deze er naartoe. Zo. Ja. Ik heb dus die gaatjes nodig. En die beugeltjes. En die gaan dus hier naartoe. Zoiets. Die gaatjes willen we natuurlijk wel in het midden hebben. Maar dat zijn ze wel. Mooi. En die beugeltjes. Die moeten hierop aansluiten. Zo. Ja. Kijk, geweldig. Het wordt allemaal rechtop geprint. Hè. Zoals je het nu ziet, zo wordt het ook opgebouwd op het printpad straks. En daarom zijn deze kantjes ook 45 graden. En dan kan je dat gewoon zonder ondersteuning, kan je dat gewoon in één keer printen. Deze ook 45 graden. De bovenkant ook, dat hoeft natuurlijk niet, maar dat heb ik gewoon voor de symmetrie gedaan. Bij deze niet. Deze overhang kan je ook wel printen, dat gaat wel goed. Maar dit is dus het ontwerp geworden. Als het goed is, zit het niet in de weg voor de servo's. Kunnen we even checken nog. Tenminste, kunnen we dat zien. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Kastje weer dicht. In de vorige video hebben we al getest hoe het moet gaan werken met zijn armpjes. Met die servo's achterin, weet je nog? Dit is het prototypetje. In deze video hebben we dus het geluid getackled en dat dingetje voor op zijn borst. Wat er nog overblijft voor volgende video's is die aansturing van de stappenmotor. Dat doen we met zo'n controllertje, bekend van de 3D-printers. En natuurlijk die sensor voor in zijn ogen, die sonarsensor. En daarna natuurlijk nog het ontwerp van de PCB en het opbouwen van de robot. Dus het is nog content genoeg. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.